Hoi, ik ben Mare Bouwmeester. En ik heb een aantal workouts voor jullie verzonnen die je heel gemakkelijk thuis kan doen. En vandaag komen de armen aan de beurt. Oké, en we beginnen deze armworkout met een classic, gewoon de push-ups. Zorg dat je als een plank beweegt. Dus dat doe je eigenlijk door zowel je billen aan te spannen, je navel een beetje in te trekken. En mocht je denken dat ze mij veel te zwaar, dan kan je ook vanaf je knieën bewegen. Maar zorg dan nog steeds dat je als een plank beweegt. Dus nog steeds die billen aan en nog steeds die navel ingetrokken. Oké, we gaan nog even door met die armen. Lekker laten verzuren en een beetje core. We gaan een minuutje planken. Dus je gaat deze wel in je schouders voelen, zeker omdat we net push-ups hebben gedaan. En zorg ook hier dat je mooi in de plank blijft staan. Een minuutje volhouden en dan is hij klaar. Oké, voor de volgende hebben we weer even een hulpmiddel nodig. Dus zorg thuis voor of een bankje, of een stoel, of een kleine verhoging. En doen we de triceps dip. Gestrekt en laat zakken. En weer omhoog. En deze voel je op de achterkant van je armen. Eerst hebben we bicep gedaan. Als je de voorkant traint, dan ook de achterkant. Dus ook de tricep. Is die heel zwaar, kan je altijd even je benen een beetje buigen. Dan wordt het ietsjes lichter. Nou, de laatste oefening van dit circuitrondje. Doe eentje voor de core. En het is de leg raise met een hip lift. Dus je gaat liggen, armen gebruik voor steun. Benen optillen, heup optillen en weer naar beneden. Dus dit is echt de oefening voor de buikspieren. Nou, dit waren alle oefeningen van het circuit. Heb je ze allemaal gedaan? Neem dan even een klein beetje rust, een minuutje, twee minuutjes. En dan doen we alles nog één keer en voel je echt heel goed. Dan misschien nog één keer extra, dus dan in totaal twee of drie keer. Wil je nog meer workouts die je lekker thuis kan doen? Hou dan onze socials in de gaten, want er komen nog een heleboel aan.